Goeiedag, kijkers van Quake Games. Bij alweer een derde aflevering van Dark Souls 2. Het is alweer even geleden. Ik heb er eigenlijk best wel weer zin in. Ik zie dat ik eigenlijk mijn spel moet updaten, maar dat lukt me niet helemaal. Dus we zullen niet online kunnen gaan spelen. Maar ik zie ook nog niet echt helemaal het nutten van om nu al online te gaan spelen. Ik denk dat pas... Ja, handig is als er echt moeilijke eindbazen bij komen en dat voorzie ik nog niet echt. Nou, we waren gebleven bij Forest of the Fallen Giants en we hadden deze heerlijke sterke chick hadden we hier gezien. Heb ik het een en ander gekocht en ja, ik wil graag de mensen bedanken die nog steeds naar naar deze Let's Plays kijken. En wie weet waar dit toe leidt. Laten we gewoon beginnen. Even kijken, dit is een of andere jungle-achtige omgeving. Ik zie hier een trap, maar die wil ik nog niet doen. Ik zie hier een andere trap, daar wil ik al even kijken of die boven is. Ik had ook de controls nog een beetje onder de knie, het is zo weer even geleden. Hij is op slot. En wat als ik hem sla? Je hebt me nooit in dit spel. Oh, er gebeurt... Oh, beter. Ik had dat zo vermoeden. En je kent mij, ik moet alles kapot maken. Dus je weet maar nooit wat eronder zit. Er staat hier een schatkist. Wat zit daarin? Waar zit dat in? Een small leather shield en repair powder. Ik denk dat repair powder is voor het maken van je gear. Want ik zei al dat wapens en schilden die kunnen dus kapot gaan. Even kijken wat erbij staat hoor, want ik heb het hier ergens. Restore equipment durability. Ja, nee, dat is zo. En ik zou dat ik een schild heb gepakt. Ik ben benieuwd hoe die gaat. Dus ik hem een beetje kan vergelijken. Is hij juist niet echt je van het? Nee. Die ga ik niet equippen. Nou, wat is hier nog meer? Ik weet niet hoe deze mensen al die spullen boven hebben gekregen, kan ik jullie in ieder geval vertellen. een handaxe, nog beter. En ik zie dat ik weer een nieuwe soort van steen heb om mezelf te healen, dus dat is wel netjes. Ik heb een inventory hex nu. En die handaxe is sterker, dus die ga ik nu ook pakken. Wat hebben jullie hier? Is hier nog iets? Nou, weet je wat, ik geloof denk ik nog een beetje. Ja, nee, ik loop door. Wat is er hier? Hier staat nog een kist. En... wat zie ik daar? Ah, daar komt iemand op me af. Kom maar. Damn. Fuck. Ah, nee, dacht me te hebben. Ja, dacht het dus niet. wat zit in deze kist? Een Esther's Flask Shard en een Small White... Oh, dat is die soapstone. Die ik dus nu niet kan gebruiken. Omdat ik niet online kan. Ah ja, hier zit ook nog iets. Even kijken. Divine Blessing. Nee, allemaal meegenomen. Maar goed, even mezelf healen. Deze is wel goed. En we zijn weer terug bij af, jongens. Dus ja, ik denk ook naar even buiten gaan. Daar waren we nog niet klaar. Wat hebben we hier? Oh, hier ben ik volgens mij al geweest. Ja, hij is die gast. Want die denkt dat ik denk dat hij dood is. Maar die is helemaal niet dood. Maar nu wel. oh man. Nou, atseflats. Waar zijn we? Jeutje. Hele constructie hier. Ik denk dat ik hier gewoon naar beneden moet vallen. Zo. De reden dat ik zoveel om me heen kijk is ja, om vanwege dat dus. Om die mensen die... je weet maar nooit joh, het is echt... En die pak je gewoon van achter. Niet raar bedoeld, maar... het is gewoon... Het is echt rot. Kijk, misschien. Die lopen ook maar zo hartstikke snel. Kut. Mooi.
hier, dus links, hier is een trap. Alleen eindigt hij daar beneden, waar nog andere monsters. Dus ik denk dat ik dat maar gewoon eventjes laat zoals het is. Zo. Wat er nog meer? Hoppakee. Human effigy, altijd handig. Ah, er loopt weer zo'n gast. Die ga ik pakken. Nice. Dat gaat nog eigenlijk best wel goed. Maar met twee devs, dus wat dat er gaat. Kijk. Ik denk dat bij de eerste keer toen ik dit spel speelde, dat dat echt zoveel vaker was. Oh, ik heb weer een soul. Oh, daar staat iemand. Die had ik in eerste instantie niet gezien. Ah, alweer dood. Oh, daar staat alweer een volgende. Nee. Ik klop naar boven, ik vertrouw het niet meer. Laat me met rust, La. Kom eens achter me aan, hij komt achter me aan. Dat scheelt me niet veel. Jezus. Dat is echt kut. Wat nog meer? Ah, er komt er nog een. Oh, die had ik al gehad. Kom maar op jongens, jullie kunnen er niet aan. Haha. Nou, dan staat er daar nog een. En daar. Eens kijken of ik... Ik heb nog throwing knives. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ah, bijna raak. Ah, dat is wel raak. Oké. Ah, dit is wel mieterig. Nee. Dat doe ik niet meer. Ik dacht beneden. Ik sta achter u. Jeetje, hij liet iets vallen. Oh, nog weer throwing knives. Nou, fantastisch. Wat is dit? Het is een beetje versteend. Nee. Pardon. Eens kijken. Er staat hier nog iemand. Hij ziet me alleen niet zo heel goed. En... Hard and Plants. Echt mooi. Ik zie hier een tunneltje. Maar volgens mij zag ik daar verderop ook al een tunneltje. Ja, hier. Ik ben benieuwd wat er is. Hallo soldier. Dat is gewoon dat setje. Daar heb ik niet zoveel. Even kijken. Wat is hier nog meer te zien? Oké. Wat zie je hier dan? Oh, daar staat zo'n gast. Wat gaat hij doen? Oh, vuurballen langer zitten. Oh, hallo. Wat doe jij hier? Oh, crap. Hallo. Het gaat nog oké. Toen ik dat zei, ik ben uitgevallen. Hoppakee. De wapen gaan weer snel kapot, dus ik pak even snel onder. Ik weet niet of u opgevallen is, maar een beetje last van mijn keel. Oh man. Maar ik ben benieuwd of het met het geluid een beetje goed zit. Anders moet je het maar zeggen. Ik denk dat ik straks gewoon even een grote bak thee pak of zo. Ik denk dat. Nou, ik geef deze pakken. Weer een ziel. Oké, dat is wel netjes. En dat ik dan maar gewoon even een stuk ga doorrennen of zo. Ja, ja, zit hier de deur. Ah, net op tijd. Wat hebben we hier? Een fire long sword. Oké. Nou, die moet wel beter zijn dan wat ik nu heb. Oh, kut. Die wil ik niet gebruiken. Eens kijken hoor. Equipment. Ik heb een short sword. Oh jeetje, deze is wel slechter. Maar wel vuur erbij. Ik ga hem toch gebruiken. Eens kijken hoe hij eruit ziet. Oké. Ik had eigenlijk wel vuur verwacht.
dat daar wel, ik weet niet, als je een vuurzwaard leest, dan denk je toch van, nou, daar komt er echt vuur uit, maar dat valt er wel mee. Is er niet een manier dat we die gas kunnen killen? Nee, kunnen we niet killen. Kan niet targeten ook, dus nee, dat worden we niet. Nou, we zijn beneden, wat moet ik verder doen? Volgens mij zijn verder hier niks. Niet echt, hè? Er zijn nog een ladder. Kan ik niet via die boom daar komen? Ik ga toch even kijken hoor, je weet me nooit. Wat is hier? Volgens mij kan ik hier best een beetje zo lopen. Ik ga het gewoon doen. Huppakee. Ja! Is me gelukt. Is er hier nog iets? Was het de moeite waard? Zo te zien... niet echt. Dat is wel jammer. Oh jeetje. Oh jeetje, je doet zoveel damage! Pff. Al een beetje overdreven, hè. Jeetje mina. Nou, we gaan naar boven toe. Ik dacht dat hij nog wel, ik kan me herinneren dat hij nog wel meer was, maar dat valt daar wel vies tegen dan. Oh jongens, trouwens nog goed nieuws. Binnenkort komt er nog een nieuw ding op deze channel en dat zijn hardware reviews. En een vriendin van mij, Kim van Kastelen, die gaat mij helpen met het reviewen van hardware. En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Laat me weten in de comment section. En laat ook meteen weten wat jullie misschien wel willen gereviewd hebben. Zijn dat misschien wel videokaarten of zijn het muizen, toetsenborden, misschien wel Chromebox, weet ik veel. Laat me weten. En dan weet ik een beetje waar jullie op zitten te wachten. Want dan ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. Oh ja, natuurlijk, die gasten die worden gerespawned zodra je naar die campfire gaat. Dat deed ik ook weer de vorige keer. Volgens mij ging ik de vorige keer gewoon op afrennen. Dat ga ik nu ook gewoon doen. En bam aan. Oh, kijk, hij staat wel in brand. Dit gaat te snel. Zo. You have been not seen. Die. Oh, die gooit bommen naar me toe. Nee. Kut. Dan valt me van achteraan. Viesert. Je mag, dat mag niet meer, hè? Shum. Lach gewoon mezelf. Hier stond nog zo'n gastje. Maak gewoon dood. Ik krijg nog machine erbij. Dat is wel mooi. Nee, dit was het. Ja, kijk of het me nog een keer lukt. Aha, lekker mooi. Nou, ik ga denk gewoon wel een keer naar die campfire toe en dan ga ik gewoon langzaam naar beneden toe. Want ik denk dat je dan wel verder komt, want hier loopt het eigenlijk een beetje dood. Ik ga gewoon hier nog even een keertje opnieuw rusten. Yeah. En dan ga ik hier naar beneden toe. Oh, dit ziet er al wat anders uit. Dit vertrouw ik dus niet, hè, dat die gast er staat. Nee, die leeft er. Ja, zie je nou wel. Oh, er staat er nog een. Damn. Crap. Dit vraagt veel te veel. Dood. Mooi zo. Nou, hij was eigenlijk al dood. Dit is maar hoe je het ziet. Oh man. En dit dan? Hoe dit dan zo ligt? Is dit... Oh, ja, zie je nou wel? Moet je gewoon niet vertrouwen hoor. Beetje doen alsof. Hè? Maar dat zie ik wel. Oh man. Die kan niet zo. Kan ik hem kapot slaan? Die kan ik niet kapot slaan. Lijkt alsof je nog bent. Is dat... Jeetje, what the fuck? Die staat daar niet normaal.
Nou, de deur staat op slot, dus daar kan ik niet open. Kijk wat hier is. Zo'n deur, alsof het een eindbaas is of zo. Oh, ja, we komen ook tot leven. Ik zie het wel. Je denkt dat je mij kan hebben, maar het is niet zo. Dus kan deze open? Nee, die is nog op slot. Nou, we gaan kijken wat hier is. Oh, er is helemaal geen eindbaas. Wel een of ander level waarbij allemaal monsters in de omgeving. Ben ik eigenlijk al benieuwd naar. Ik wil eigenlijk wel daar een beetje met. Jeetje, hallo! Snel helpen. Ik denk dat ik die sprong al kan wagen. Ah, het gaat nog net aan goed wel. Jeetje. Oh. Ah, dat dacht ik al. Kut. Mooi. Oh god. Een beetje je deur deus. Jeetje, wie dan? Waar ga ik naartoe? Oh, daar stond dus ook iemand al achter me. Of stond hij daar eens niet? Nee, het zal wel. Hoe ga ik naar boven toe? Daar ga ik niet naartoe. Wat is hier? Ik kan ook niet meer terug. Jongen, moet dat nou met die pijlenboog? Oh, hij heeft een pijlenboog. Oh, ik heb een schild. Zo. Waarom sta je daar? Ik ga gewoon naar. Oké, als je het zo wil spelen. Alsjeblieft. Dood. Je vroeg er zelf om. Want ik weet al dat als ik hier met een zwaard had lopen slaan. Nou. Dan had ik sowieso naar beneden gevallen en heb ik gezien. Ik moet er die healing zijn gekomen. Even stopt hij net als een gassie. Oké, nou die is dus al weer weg. Nee jongens, poging 2. Dit moet gewoon lukken. Ja! Toppie. Ik kan hier maar niet meer je rug naar me toe staan. Oké, daar staat dus al iemand. Er staat nog steeds iemand met pijl en boog op te schieten. Die andere ook al. Jongen, wat hebben jullie met pijl en boog? Ja, lekker geweten. Nee. Waarom? Dat is echt op zo'n manier dat je denkt van what the fuck je. Nee. Nou heb ik nog een hallo. Dan maak ik in dit geval niet zo fout. Dat is niet zo van. Maar. En ik dacht van nou laat ik nu maar meteen healing items kopen. Maar dat kan natuurlijk weer niet. Want al mijn zielen zijn kwijt. Ik hoop dat ik hem nog terug kan halen. Ik moet nu dus niet doodgaan. Deze gast. Die wil me pakken. En dan loopt er weer zo'n gast op me af. En die ga ik dus ook slaan. Weg. Ik wil mijn zielen terug. Nee. Ja, ik heb nu alweer 180 zielen. Maar dat is niks vergeleken met wat ik had. Ik had zoveel. Ik denk dat ik gewoon allemaal messen ga gooien. Ik vertrouw het allemaal niet meer hier. Nee! Oh! Het gaat ook maar net goed. Ah, dit is echt niet leuk. Ik wil gewoon mijn spullen. Dan moet ik weer dat stuk gaan lopen. En er staat daar weer iemand met een zwaard. Ik betaal er niks meer van. Oh, dat was die gast die. Wie is. Deed alsof. Oh, wat. Ah, waar is hij? Ah, het zijn er twee! What the fuck? Wat oneerlijk! Ze gunnen me mijn zielen gewoon niet terug. Oh, kut. En we stemmen naar ze op. Nee. Oh, thank god. Kan toch gewoon niet dit? Jongen. En dan staat die gast weer met zijn pijl en boog. Een beetje stoer doen. Ben ik stoer? Ja, sorry. ik kan gewoon heel raar worden als een beetje wat op het spel staat, zeg maar. En ik hoef weer spul doen. Van mijn water. Weet je, als je zo lang voor je ziel hebt gestreden en dat het dan gewoon op zo'n manier gewoon de make-up dan.
Oh, daar staat hij weer. Dat is gewoon niet leuk. Ik word ook echt pissig als ik nu dood ga. Ah, er staat weer zo'n gast met pijl en boog. Ja, doei. Want hoe ging het nou ook alweer? Want het was dus... Ah ja, nee, oké. Okay. Oh, daar staat mijn spullen. Nou, mooi. En jou vertrouw ik al helemaal niet meer. Hij staat te ver om de messen te gooien. Dus als we kunnen. We gaan proberen. Mooi. Kom maar. Nee. En dan kan ik mijn spullen pakken. Ja! Ja! En ik ga weer bijna dood. Maar dat scheelt niet. Want ik ga gewoon even mijn job hier. Hoe kon ik deze sprong nou niet goed doen? Dat slaat toch nergens op? Nu ga ik hem doen. Hatsaflats! Zo, hé. Zo, ik heb toch weer 40.000 zielen, joh. 4.000 zo. 4.000 zielen. Damn it. Ik ga even snel die gast killen, want dit... Ah nee, dat kan ik straks niet doen. Even kijken. Oh, er is een item. Oh. En een bal. Oké. En zo'n gast. Nou, maar goed dat ik niet doorliep. Jeetje mina. Een human effigy. Nou, ik heb er nu best wel veel. Ik ga het gewoon doen. Want ik heb er 3, dus dat is best wel veel. Hoe kun je normaal? Zo, ben weer normaal. Hé, wat zie ik nou? Ik heb witching urns. Die zijn wel. Het zijn een soort van bommen, maar allemaal magie. Dus heb ik al wat ik wil zien. Nee. Wat is hier eigenlijk? Beetje gaten. Nou, daar ga ik niet in. Zo val, dat weet ik nu al. Dat vertrouw ik niet. Ik zag niks. Oh, Is dat een vijand? Nou, hij is gewoon iets aan het zoeken. Even praten. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale, I'm a traveler like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Okay. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came to this forsaken land, it was a curse, or something about a curse. Aha, how embarrassing, I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain, I have always been very fond of maps. Okay. Maps. I came to this land some time ago, Dragleg, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? There's a rather spacious mansion there. Yeah, that klopt. I've made my temporary home and it has something of a squatter, I'm afraid. Okay. Inside the mansion I found a strange map like none I'd ever seen. I believe that's a map of Dragleg. I was wrong. I'm traveling the land to prove it. Yes, that's it. That's why we came to the kingdom. Wait, no, that wasn't it. What the fuck? And what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful, then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you, you should have told me before. Here, take this, a key to the mansion. Oh! What a joy to meet again. What a joy, blah 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 blah. Ben niet meer geïnteresseerd, ik heb je spullen. Oh, en wat ligt hier? Amber Hurl, pak niks aan hem. Oké. Okay. Nou, is verder niks te doen. Die gast heeft me een sleutel gegeven van de mansion in Majula. Waar we dus eerst langs liepen. Ik wist niet dat hij op slot was, maar goed, dankjewel. Dan kunnen we daar straks misschien wel even kijken. Of de volgende aflevering, in ieder geval. Want dit duurt ook al heel erg lang om alleen maar even een beetje vooruit te komen. Maar maakt niet uit. Daar staat die stomme gast met zijn pijlenboog. Beetje stoer lopen doen, hè? Beetje van ver. Ja, hier, op je knieën! Zo doe je dat. Er staat volgens mij gewoon nog iemand, hè? Eens kijken wat er gebeurt. Ah, het is op de plaats. En daarboven staat er ook nog iemand. Die gaat er ook aan. Op je knieën. Oh, hij heeft nog gewoon overleefd, volgens mij. Ja, hier. Kan het nou? Er staat nog helemaal brand ook. Oké.
net zo'n half wat van healing, maar dat heb ik dus nog steeds niet. Heel erg oppassen. Ja. Oh, daar staat weer zo'n gast. Oh, twee zelfs. Hier kan ik naar boven toe, blijkbaar. Oh, huh? Wat is dat? Oh crap, dit vertrouw ik niet. Nee, 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 nee. Ik probeer hem te bluffen, maar het lukt niet. Ah, nee, doei, doei, nee, doe ik niet aan. Nee, doei, ga maar weg. Ga weg, alsjeblieft. Ik wil er niks mee te maken. Laat me met rust. Oh, godzijdank, hij gaat weg. Oh. Nee, die jongen is veel te sterk. Jeetje, mina. Oh, er staat iemand. Mijn bom moet hem gooien. Kom dan, gooi maar. Oh crap. Crap, 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 crap. Jij ook niet ingecalculeerd. En als ik nou een ampel naar jou toe gooi. Haha, lekker voor je. Oh, gaan we met schilder werken, hè? Nou, dat werkt dus niet. jij gooit dus bommen naar ons toe. Oké. En als jij nou hier een bom gooit. Kom dan, hè? Kom dan, hè? Kom dan, hè? Oh, kut, daar zit nog steeds bommen aan te gooien. Ik heb een shortcut. Ja. Healen. Jongens, ik wil het hierbij laten. Dit is alweer het einde van aflevering 3. Ik wil jullie nogmaals bedanken voor het kijken van deze video's. Ik zag al dat video 1 al rond de 28 views had. En video 2 ben een beetje gestaakt rond 12 views. Maar het maakt mij niet zoveel uit. Ik vond al eigenlijk dat... Ik vond 28 views voor de eerste video ooit. Vond ik eigenlijk best wel veel. En ik wil Kim heel erg bedanken. Ik wil Heine heel erg bedanken voor het steunen. En dat ze me even hebben geholpen. Het zijn twee vrienden van mij. En ik hoop dat dit verder gaat. Volgende keer komt aflevering 4. Laat me weten wat jullie van deze aflevering vonden. Like hem, share hem. Laat even een bericht hieronder achter. En vertel me wat jullie ervan vonden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.